Zo, welkom terug allemaal. In de video van vandaag vergelijken we deze drie Fujifilm camera's. Dus de kleinste, de X-M1. De XE2 en de XT1. Dus het zijn allemaal camera's met de X-trans-sensor. En eigenlijk om goed te zijn zou het er hier nog, maar die heb ik zelf niet in mijn bezit, XT10 moeten liggen. Dus het zijn allemaal vorige generaties. Van de XE2 is ondertussen de XE3 beschikbaar. Van de XT10 en de XT1 is de XT20 en XT2 ondertussen beschikbaar. En de XM1 is een buitenbeentje, dat wordt niet meer gemaakt. Maar we zullen alle features even vergelijken. Dus ze hebben dezelfde sensor of zo goed als dezelfde sensor. Qua functionaliteit is natuurlijk de XT1, de professionele versie. heeft iets meer functionaliteiten, iets snellere autofocus, iets meer autofocuspunten en dergelijke meer. De XE2 heeft ook een zeer goed autofocus systeem, ook hybride, dus zowel contrast als face detection. Deze heeft ook beide. Maar dan als nadeel bij de XM1, het is de compactste van de drie, maar als grootste nadeel is eigenlijk van deze camera het ontbreken van de zoeker. Dus je hebt totaal geen zoeker meer op deze camera. En het autofocus systeem is vrij verouderd vrij traag is enkel. Contrast-AF, dus waar dat de andere twee camera's een combinatie hebben van contrast-AF en Face detection heeft eigenlijk deze camera alleen maar contrast-AF. Wat maakt dat je heel veel missers hebt in autofocus in bepaalde lichtomstandigheden, maar weinig contrast en dergelijke. En over het algemeen de autofocus trager werd. Ik heb heel bewust geen lenzen gemonteerd, want dit zijn allemaal X-Mount-camera's die kunnen dezelfde lenzen aan. Maar puur om de camera's met elkaar te vergelijken heb ik enkel de doppen gemonteerd. Eigenlijk op deze twee, de XE2 en de XM1, heb je een ingebouwde flits. En die ziet er zo uit. Dat kan handig zijn. Als je die zo houdt, kun je zelf bouncen naar het plafond en dergelijke meer. Op de XE2 is het exact dezelfde flits. Je hebt op alle camera's ook een, uh, een flitsschoen. Op deze camera. Op de XT1 zit trouwens geen ingebouwde flits, maar als je deze aankoopt, krijg je wel een compacte flits dat je erop kunt monteren. Voor de rest is er een groot verschil in de knoppenwinkel, dat gaan we zo meteen bespreken. Eerst snel even de schermen. Dus Hier heb je dus geen elektronische zoeker, hier wel, hier ook. Bij deze heb je een display wat je kunt kantelen, dus in deze richting. En zo kunt gebruiken. Op de XE2 heb je een niet kantelbaar scherm. Dus het LCD-display is vast, zoals je hier kunt zien. Je kunt er totaal niets aan bewegen, maar je hebt wel de extra zoeker. En dan op de XT1 heb je opnieuw een kantelbaar scherm. Dus je kunt het scherm uitklappen, zo gebruiken of zo. Op de XT2 is het al een nieuwer systeem waarbij je ook het scherm nog eens zo kunt gaan kantelen. Maar je kunt bij geen enkele van deze camera's het scherm naar jezelf kantelen. Het is niet dat je het volledig naar jezelf kunt je kantelen, ook niet op de X-T2. Dus de zoeker is een groot verschil. Hier heb je een grote, nu dat maakt ook dat de camera vrij groot is. Dus je ziet hier, je hebt een grote camera, een grote bult, Hier dat puur voor de zoeker bestemd is. Dus een grote elektronische zoeker, heel helder, schoon beeld. Op de XE2 heb je een veel kleinere zoeker. Dus je hebt een veel kleiner beeld, maar je hebt nog altijd wel een zoeker. Dat is een groot verschil met de XM1, waarop je geen enkele zoeker niet meer hebt. Dan wat de knoppenwinkel betreft, ja, misschien het formaat. Dus ik, we kunnen eens even naast elkaar. Zetten, dus dan zie je duidelijk dat dit de kleinste is dat je hier bijna geen grip hebt. Dus je hebt hier in de plastic, dit is ons plastic, terwijl dit metalen behuizingen zijn. Dus voor het gewicht is dit plastic. En je ziet hier een klein beetje een uitsparing voor een grip. Bij de XE2 is op dezelfde manier een kleine grip aan toegevoegd, maar dat staat op zich niet zo heel veel voor. En dan is eigenlijk de enige camera van al deze modellen die een echte grip heeft, is de X-T1, waar je ziet dat je hier een echte duidelijke grip hebt. Hier ook duidelijk te zien: een goede stevige grip. Dan is er nog een groot verschil in de knoppen, zoals dat je kunt zien. Op de drie camera's, dus waar hij op de XT1, heb je eigenlijk de meeste knoppen. Je hebt hier een belichtingscompensatieknop. Je hebt een afzonderlijke knop voor de sluitertijd. En je hebt een afzonderlijke knop voor de iso-waarde. Ik zal die even wat dichter laten zien. Dus hier kun je de sluitertijd instellen. Op de lens kun je dan diafragma instellen. Hier kun je een iso-waarde instellen. En dit is een belichtingscompensatie. Terwijl op de XE2, dus één stap kleiner, ontbreekt die iso-knop. Dus eigenlijk heb je hebt geen instabiel voor de iso-waarde. Je hebt wel nog de sluitertijd. En de belichtingscompensatie en op de lens diafragma. Maar voor de ISO moet je dan eigenlijk een van de functieknoppen gebruiken om zo de juiste ISO te gaan selecteren. En dan een totaal andere aanpak vinden we op de XM1, waar we nog wel twee draaiknoppen hebben. Maar deze bijvoorbeeld is al een totaal andere functionaliteit, zijnde meer de typische MASP opties. Dus manueel diafragma voorkeuze, sluitertijdsvoorkeuze of programma. Automatische belichting. En dan nog een aantal automatische standen en standen voor sport. Landschap en portret. Dus, dit is meer wat we vinden op uh, bijvoorbeeld DSLR's van uh, instapmodellen van Nikon en Canon. Dus veel meer gericht op de gebruiker eerder dan mensen die iets kennen van fotografie. Ook dit wieltje is eigenlijk een ander type wieltje, omdat dit alle richtingen opdraait zonder stop en geen indicaties heeft. Dus dat betekent dat afhankelijk van in welke stand dat je deze camera gebruikt, is er een andere functionaliteit voor dit instalwiel. Je hebt op uh, zowel de xt 1 heb je twee instalwieltjes in die zin. Dus je hebt hier vooraan en hier achteraan een insta-wiel. Deze achteraan is soms moeilijk te bedienen door de opbouw van de camera. Iets wat in de X-T2 wel opgelost is. Op de Xe-series heb je enkel hier achteraan een wieltje. Heb je vooraan geen insta meer. En dus op de XM1 heb je wel twee wieltjes: heb je dit wieltje en heb je hier een vreemd opgebouwd verticaal wieltje. Het is een klein beetje wennen, maar op zich werkt het wel. En je ziet ook dat er een soort van uitstulping gemaakt is voor dit insta-wieltje wat overeenkomt met de lijn van het display. Nu nog een laatste verschil misschien om af te ronden is hoe de knoppen georganiseerd zijn. Dus je ziet heel duidelijk hier heb je achteraan heel weinig plaats, juist omdat die camera zo compact is, je hebt het display wat de meeste plaats inneemt en dan heb je hier nog nog het insta-wieltje wat ook vrij veel plaats inneemt en dan heb je hier eigenlijk nog plaats over om die menuknoppen en nog een paar andere opties te gaan voorzien. Als we dat gaan vergelijken. Dus je ziet eigenlijk het nadeel daarvan is dat hier alle knoppen heel dicht op elkaar zitten. Als je vergelijkt met de XE2, dan is het verschil vrij opvallend. Want hier heb je dus zowel aan de zijkant van het scherm nog knoppen als hier bovenaan plaats voor knoppen. En je ziet dat alles veel verder uit elkaar zit en veel, daardoor veel gemakkelijker te bedienen is. Ook bij de XT1 zie je dat je veel meer plaats hebt voor de verschillende knoppen. Wat de wifi functionaliteit betreft, dus je hebt op alle drie de modellen wifi. Als je de XE1 koopt, dus de nog iets oudere versie dan deze, de voorhang van deze, dan zal daar geen wifi op zitten. Deze was eigenlijk de eerste met de wifi en de wifi is iets beperkter dan de andere modellen. Dus bij deze twee camera's heb je de wifi waarmee je bestanden kunt overdragen, maar waarmee je ook kunt de camera bedienen van op afstand met de app. En op de XM1 daarentegen heb je weliswaar wifi, dus dat is deze knop, maar die is beperkt tot het overdragen van bestanden. Dus niet voor remote control van de camera. Dus dat was de XM1 in vergelijking met de XE2. Dus dan zie je de compacte XM1 is nog iets lager. Iets minder breed of, of een pak minder breed zelf. De dikte lijkt overeen te komen, maar deze is wel nog wat lichter. Is vooral van plastic gemaakt, terwijl deze vooral van metaal gemaakt is. Of toch een, een composietmateriaal met metaal in verwerkt. Veel steviger. En als we dan gaan vergelijken, dus eigenlijk moet hier tussen nog een, een ander model, de XT10. Als we dan de XE2 en de XT10 gaan vergelijken, zie je dat deze de grootste is. Met vooral veel plaats voor de elektronische zoeker. En een duidelijke grip. Zo, dat was het alweer. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.